Hey jongens, ik ben Dennis, aka Renske. En vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Only Use My. En we zijn in progress gejoined op Nuketown. En jullie weten waarschijnlijk wat ik Nuketown houd. Ik haat het juist. En heel veel mensen vinden het leuk om te kijken. Nou, weet je wel, we gaan wel gewoon Nuketown doen. Maar ik vind het een verschrikkelijke map. En hier zit iemand, maar hij laat zijn kuthoofd niet zien. Is hij weggevlucht? Laat hem maar gewoon rennen. Want we pakken deze wel. Oh shit, dit ding is beat, man. Hier, ik heb 10 kills. Kun je zeggen hoe vaak ik dit gebruikt heb? Niet veel. Oh shit, nog een keer. Oh shit. In ieder geval, dit is dus het wapen wat we vandaag gaan gebruiken op deze episode, of weet ik hoe het noemen. En dit is een shotgun. Het is een dual-wield shotgun. Dus Akimbo, 2 stuks. En het is echt grappig om te gebruiken, maar het is best slecht. Dus ik vind het best knap dat ik nou al zoveel kills heb in zo'n korte tijd. Aangezien we John and Progress hebben. Dus dat is mooi, zijn 7-0. Holy fuck. Ik heb trouwens facecannen bijgedaan. Veel mensen wouden graag zien. Waarom weet ik nog steeds niet, want waarom zou je mijn rotkop willen zien? Ik snap het niet. Maar ja, als jullie graag willen zien, als jullie tevreden zijn, dan ben ik ook tevreden. En... ah, dammit, ik kan niet kiezen waar die enemies... Oeh, sweet. Ik heb mijn killstreaks nou al bijna allemaal. Ik heb dogs. Waarom ik dogs heb... ik heb ze gewoon veranderd. Ik wist niet welke map ik zou hebben, want dit is een Journey of Progress. Dus als ik deze map eerder gezien had, dan had ik er wel veranderd. Dan had ik geen dogs genomen. En hier hebben we een snipertje die aan het campen is. We hebben gewoon onze dog. Het zijn dog. Onze Riley, alleen dan net niet. Riley, dat is die van Ghost. Voor de mensen die denken, waar de fuck heb jij het over? In ieder geval, dat is dus ook een hond, alleen dan in Ghost. En... waar de fuck zit jij? Hij zit boven. Hoppakee, sit down, sunny bitch. Oh, crap. Nou, een probleem. Oh, nee. Ik kan niet knijven. Ik ren weg. Ik pak de Akimbo van deze. Even wachten. Holy fuck. Hey, bedankt, hè. Hey. Bedankt, teammate. Ik ga alsnog dood. Of niet. Holy shit, man. Dit ding is nice voor Nuketown. Misschien vaker de dingen gebruiken als Nuketown spelen. Ik haat Nuketown. En die honden, jongen. Die zijn bazen. Ik sta 22-0. Join in progress. Like. Woo! Get on. Hoppakee. Puppies. Lekkere puppies. Oh crap. 25 kills. Dadelijk hou ik gewoon al mijn challenges gewoon in deze match. Hè, met de wapen. Holy fuck. Die is dood. Mijn hond, jongen. Mijn honden zijn gek. Ze zijn keiwoos. En ik heb weer... of ja, ik heb nog steeds mijn chopper gun. Dat is het allermooiste. Daar maak je meestal de meeste kills mee. Oh, daar ligt... hij ligt er nog. Dat hij dood was. Hij is wel dood. Nee, jij niet. Oh shit, nou ben ik fucked. Woe! Nou ben ik fucked. No! Ja! 34 killstreak. Oh, nee, trouwens, ja, killstreak. Want ik had mijn honden. Wow, dat ging best wel baas. What the fuck is dit voor gek wapen, man? Waarom heb ik dit ding nooit eerder gebruikt? We moeten hem goud maken de volgende keer. Eigenlijk moeten we dat een keertje doen. Maar ja, ik heb niet genoeg geld ervoor. Je moet punten hebben, zeg maar, of geld. Cod points heet die dingen volgens mij. Om wapens, camo's te kopen. En wapens en eigenlijk alles. En perks en heel dat rattenplan. Maar ik heb niet genoeg geld voor gouden wapens meer. Ook al heb ik ze wel bijna allemaal. Bijna alle wapens een beetje goud. En dit is dan een van de wapens die ik daar niet heb. Ik denk dat hij niet oud wordt. Laat maar, hij is wat lucht. Ik denk, als ik nou met dit ding ook veel kills maak, dan heb ik echt een basisscore. Maar dat valt vies tegen. Er is iemand onder mij, dat weet ik. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij dichterbij zou komen. Ik moet oppassen, want die range heb ik niet. En ik heb maar 8 kogels. En ik moet ze allebei tegelijk schieten. Ik heb eigenlijk maar 4 kogels en het laden gaat veel te traag. En ik wou eigenlijk Slide of Hand nemen. Maar je moet kiezen tussen Slide of Hand of Steady Aim. Ik dacht, ja, shotgun, hipfire shotgun in speciaal. Ik denk, dan is Steady Aim toch wel ietsjes belangrijker dan Slide of Hand. En ik ben blij dat ik die keuze heb genomen, want dit ding heeft nog best wel wat range. Meer dan ik eigenlijk verwacht had. Ik vind het echt een insane potje dit. Ik kwam er zo maar even in, helemaal niet voorbereid. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gemerkt. Ik dacht van, ik pak mijn controller op en ik ga gewoon recorden. En ja, het ging best wel nice eigenlijk. Die is dood. Zit in die garage. Kijk, ik ga hierboven. Ik ga altijd liever hierboven. Dat is gezelliger. Oh crap, ik val bijna dood. Dus oppas, alsjeblieft, zeg niet dat er iemand is. Niemand. Oh shit, zit onder mij. Recht onder mij. Nee! Wat? Mijn shotguns. Mijn shotguns deed het niet. No! Ik moet terug naar de winkel, hij deed het niet. Zit er iemand achter de bank? Nee. Oh shit. Hij zit op de trap. Jawel, hij zat wel op de trap. Ik wou dat ze extra kogels vliegen, maar die team liep gewoon door. Die dacht van, ah, fuck it. Oh shit. Waarschijnlijk komen ze terug. Nee, ik heb hem gezien. Nee, hij schoot half de muur. Werd dat hij half de muur heeft geschoten? Dat moet wel. Ik zag hem wel. Wat? Ik dacht al lang dat ik achter de ding was, had een kozijn. Ik ga die zo eens terugkijken, ik ben benieuwd. Volgens mij was ik aan het kozijn, kan goed zijn dat het nieuws was, maar... wel raar dat hij met zijn slapste wapen in het spel mij dood had.
En die had ik. Heb ik niet meer stunts? Ik dacht ook 2 stunts. Heb ik ze al gegooid? Ik gooi die dingen gelijk aan het begin. Dat ik eigenlijk zoiets heb van, ik ga toch wel dood, weet je wel. Dan gooi ik ze maar gewoon gelijk in het begin. Sit down. Oh crap. Die mensen met ghosts, jongen. Dat kun je gelijk zien. Wie irritant zijn. Daar moet je voor oppassen. En let's go. Ja, 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 ja. Oh fuck, granaten overal. Ik kan niet kiezen. Te veel enemies. Te veel terror. Oh shit. Ze zitten bij B. Ik heb granaten. Ja, ik heb granaten, juist. Oh, die pak ik op. Oh, juist. Juist, juist, juist. Iemand heeft Orbital of Blackbird, whatever het is. Het is een Blackbird hier in het spel. Maar voor de mensen die dat niet hebben gespeeld, zullen denken, ja, dat is gewoon een Orbital. Ja, dat is inderdaad gewoon een Orbital. En nee! Dan ga ik alleen maar dood. Ja, 2 keer eigenlijk. Waarom ga ik dan dood door een Galil? Dat is dan wel echt tegen de regels gewoon. Dat is te makkelijk. Dat is een te lelijke dead, omdat de Galil te makkelijk is om mee te spelen. En de Orbital is alweer weg, ook zeggen, maar dat valt nog mee. Hij is nog niet weg. Wat? Wat? What the fuck? Is hij de host of zo? Moet je kijken. Zag ik die kogels van mijn shotgun, maat. Wauw, ik moet even focussen, anders gaat het nog fout. We zijn echt al veel dood gaan op rij. Wat niet nodig was tenminste. Het is niet veel dood, maar het was niet nodig. En ik weet niet wat er allemaal zit. Even laden, ik heb nog maar 2 kogels. En... kut. Kerel, kom hier. Zo. Ik weet niet wat die mensen doen, maar ze moeten eigenlijk in de buurt komen. Ik heb die range niet, dus ik moet echt, echt wachten tot ze recht voor mijn neus staan. En ik dacht eventjes dat die honden van de enemy waren. Want de mijne waren zwart en deze waren niet zwart. Normaal gezien zijn honden van de enemy eigenlijk zwart. Dus ik vond het al een beetje gek. Maar oké, maakt me niet uit. Ik sta 52 om nog iets. 52 of 4. Gooi even dat ding daarheen. Nee, je zit hier achter die auto. Oh, double kill. Ja, dat is de meest voor de hand liggende plek. Ik kan hem echt niet zien. Hij spawnde daar dus net toen ik wegkeek. Oh, sorry, jij bent van mijn team. In ieder geval die auto waar je net zag, waar die kerel bij stond, dat is de meest campy spot van de game. Oh, yes! Nee, er zit nog één in de schuur. Woe! Pas op! Nee, ik had gehoopt dat ik met mijn granaat had. Zit er eentje boven, of niet? Nee, hij zit niet boven. In ieder geval sowieso daar iemand. Hopelijk heb ik mijn zin. Ze zit nog steeds achter die auto waar ik net dood ging door die Galil. Oh, crap. Haha, sit down. Wacht, ik mag dat ding niet pakken. Ik heb volgens mij echt al mijn kills nog wel met die HS gedaan. Oké, dus. What the fuck, dat voor glitch is, dat weet ik ook niet. Ah, mensen, ik wil kills maken. Wat? Nee, ik... Oh, nee, ik had hem. Nee, die kerel zit dan... Ah, hij zit de hele tijd bij die auto. Hij zit er niet achter, dus ik kan niet zeggen dat hij in het camp is. Maar hij zit wel constant erbij. Ja, hij is sowieso de host of zo. Hij is niet dood, hij heeft 3 bar. Dat is gek. Dat is gek, want de rest heb ik eigenlijk heel makkelijk. Maar hem krijg ik gewoon niet kapot. Maar ja, ik moet niet echt klagen, want het gaat best wel nice. Ook dan moet ik oppassen dat ik daar ook niet 10 deads heb. Want dan is wel mijn score verpest. Ha, boeia, 60 om 7. Met de HS10 volgens mij. Dual shotguns. Nou, geloof me, dual shotguns is niet zo makkelijk. Oké, het is een shotgun, dus je bent sneller geneigd om te hipfire. Maar je hebt maar 4 kogels. Dus dat is het probleem. En ja, soms wil je toch 1, maar dat kun je niet. En volgens mij heb ik best wel lomp gespeeld. Dus het is niet zo dat ik iets had van, ah, er komen enemies aan, ik wacht op hun. Nee, ik dacht van, fuck it, en ik ga er gewoon op af. Dus ik denk dat het een leuke match was. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als het zo was, laat alsjeblieft een like achter. En support deze serie door gewoon heel veel likes te geven. En ik zeg, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. En doneer, want ik ben fucking scared. Hey, in ieder geval houden we.